Dag vrienden van het Buiten de Stripverhaal. Vandaag gaan we een blogje maken, nummer 127, over een werk dat geïnspireerd is door Edgar Pierre Jacobs. Natuurlijk geïnspireerd of gebaseerd op de figuren Blake en Mortimer. Amai, dat was, je kan in, als je naar mijn website, eigenlijk is dat een YouTube kanaal gaan zien, dan vind je op vlog nummer 112 de doemdenker over het leven van Edgar P. Jacobs. Dus als je daar iets meer wilt over weten over Jacobs, moet je daar heen gaan. Vandaag dus gaan we het niet meer over Jacobs, want die mens is al lang niet meer onder de levende. Als deze boek is gemokt, het trio Flush, dat is niet de Flush van in de muilen, hè? Flush, pas ook toch dat je het zo moet uitspreken, of Vlog, dat kan ook, Vlog, Fromantel en Bokke. En dat is die drama die hebben gezorgd voor deze boek, De kunst van het oorlog voeren, door Vlog, Flush, Fromantel en Bokke. Zie je dat daar staan? Dus eigenlijk een bewerking, of een bewerking niet, een soort van werk gebaseerd op de personages van Edgar P. Jacobs. Ook volgens de Claire Laan, maar wel enorm, maar enorm gedreven. Niet zoals Jacobs het echt tekende, maar als ik er eerst in las, ik moet wel eerlijk zeggen, ik dacht, oei, wat graag me na. Maar ja, het is voor mij is wel een meesterwerk, mag ik dat eerlijk zeggen. Maar dat heeft wel wat geduurd voordat ik het goed besefte. Ik heb me 2 keer moeten lezen. En dan dacht ik, ja man, hier heb ik echt iets goed in aan. Maar je moet ervoor zijn. Het is 122 of 128 bladzijden. Ik weet dat er op één na kwaad zijn. Waarom? Omdat natuurlijk de tekeningen enorm... die leiden ertoe... het zijn grote tekeningen, zie je dat? Die leiden ertoe dat je dus meer bladzijden nodig hebt om een verhaal te vertellen. Hè? Ja, zie je dat? Dat is de dingen, hè? De stijl. Ze moeten me daar iets meer over zeggen, hè? Zie je dat? Eerst en vooral de kunst van het oorlog voeren. Jean-Claude Floche, of Vlog, lekker gewild. En zo'n ding was dus Vlog. Ik doe het ook niet, het moet afzoeken. Dat is een Franse illustrateur. Eerder dan een maker van stripverhalen. Hè. Maakte een vuil illustraties. En die is geboren in Mayenne in 1953. En als het goed is, zie je de ENA op de kaart waar dat ongeveer ergens lag. Mayenne. Het is op het ogenblik de belangrijkste levende ambassadeur van de Claire Laan. Vlog staat daarvoor gekend. Ik zou naar Vlog zeggen, niet zo Vlog, want die Vlog, dat is de Vlog. Die is daarvoor gekend. En Claire Laan wil eigenlijk zeggen, zeer verfijnde tekeningen. Maar ja, ik vind zo wat Amerikaanse stijl ook. Hè. Ik denk soms zo wat, als ik zo'n paar tekeningen zag, dacht ik aan Andy Warhol ook. Maar goed, dat komt trouwens ook iets in van Andy Warhol. De soep, hè. De soep komt nog kunst in. Zijn, hoor ik dat licht, zei dat. Dat zijn grote printen. Je moet er een beetje aan gewogen, maar ik vond het wel de moeite waard. Zei dat? Klare Laan, maar ja, verfijnd. En niks overtollig. Overtollig, dat komt er niet. Dat is dus onze vriend Jean-Claude Vlog. Vlog die dat dan verzorgt. Hè. Hoe is die dan aan mijn kind gerokt? Wil ik gaan alles zeggen. In 1977 wokte hem, dan moet ik even aflezen, Le Rendez-vous de Seven Oaks. Seven Oaks samen met Rivière. Dat was al een aandoening van die Claire Laan. Je ziet dat ook, je ziet in het voorblad. Die sluit eigenlijk wel redelijk goed aan bij de Belgische school. Hè. Die Claire Laan. Dan hadden we in 1980, een beetje daarna, Le Dossier Ardingen, ook met Rivière, ook wij dodelijk die Claire Laan. Dus hij is er altijd van een tekening in geweest in die Claire Laan. Hè. Het is een realist met zoveel mogelijk verfijnde laan. Dat is eigenlijk wat je het best kunt omschrijven. Hè. Maar in 1991 schrijft hem, jamais, of tekent hem, jamais deux sans toi, nooit geen twee zonder dra. Dat stond zo wel aan ook. Hè. En hij doet dat samen met Jean-Luc Fromental. Je ziet dit dus passeren, waar dat over gaat. Hè. Ook weer Claire Laan. En dan die Jean-Luc Fromental, dat is dus de man die dat deed, heet het? Ook mee het scenario echt
geschreven voor dit verhaal samen met Bokke. Die Fromental die had heel wat geschreven voor het films, voor tekenfilms en wat weet ik nog allemaal. Maar het is wel Vlog die dat dus de tekeningen mochten. In 2021 is hem met dit voorstel gekomen. En toen was hem eigenlijk al een beetje, Vlog, was hem al een beetje van het stripverhaal scène verdwijnen. Ze hadden hem al een paar keer gevraagd. Je weet, er zijn al een hele hoop verhalen na Mortimer gekomen. Jacobs gekomen. En dan hadden ze hem gevraagd, voor als eerste, voor dat hij wilde doen. En ze zeiden, ik doe dat niet, dat zijn manfiguren niet. En ik, nee, dat wou niet. Ze hebben hem dat zot gevraagd, maar dat wou nooit Vlog. En na, in 2021, kwam hij zelfs met dit project af. En hebben ze erop gezegd, doe maar. Hè. Doe maar. Ook al is het niet echt volgens Jacobs. Hè. Maar goed, ja, allez, toch niet getekend volgens Jacobs. Dat doet dat dus samen met Fromental. En Becquet, Jean-Louis Becquet, geboren in zijn... 1962 wonende in Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine, dat leidt natuurlijk aan de Seine. En met die nou niks anders niet meer gedaan, die Fromental en die Bokke. Jawel, die hebben Fromental en mij gewerkt aan 8 uur Berlaan. 8 uur in Berlaan, nummer 29, samen met Antoine Aubin. Met die, dat dus die Bokke en Fromental al, dus wel al een echte opvolger van de verhalen van Blijk en Moog Streamer gemokt. Hè. Tot zover de schravers en de tekeners. Dat doen we al weg. Het boek heet De kunst van het oorlog voeren. Het is 128 bladzijden, pas ik, omdat het zo'n grote tekeningen zijn. Hè. Ja, anders was die, als dan 124, sorry. Anders was die vuil te rapport te wannen. Ja, het is minder tekst dan in de gewoon Blijk en Mortimers. Alle toverbuiten is er uitgegroeid en de tekeningen zijn groot en dodelijk. He, dus 124 bladzijden waren eigenlijk wel van doen om het verhaal te vertellen. Het is getiteld De kunst van het oorlogvoeren en dat gaat dan weer terug naar een manifest eigenlijk, een verhandeling, een militaire verhandeling van 2500 jaar geleden van China, he, van de zekere Sun Tzu. Sun Tzu. He, dat komt misschien een omvalling. Ja, tschu, nee, Sun Tzu. Die naar zo'n verandering schrijven. En daar is dat op gebaseerd. Dat komt daarin terug. Maar ik kan natuurlijk nog niet alles vertellen. Over de plot, ja, dat zal ik als een beetje iets meer vertellen. Kleine laan, gelijk als ik het al gezegd heb, rechtlanig. Dat weten we allemaal. Maar de plot is als volgt. Blijk en Mortimer, GCC, komen voor het eerst in de grootste stad van Amerika, New York. In New York, daar zijn ze op bezoek, want daar is een grote conferentie van de Verenigde Naties. In welke tijd speelt het zich af? Dat werd eigenlijk niet gezegd, maar je herkent wel Dag Emmerskjold in de tekeningen. Ik weet nog niet dat ik hem direct vind. Dag Emmerskjold als de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ja, ik vind hem nog niet direct, maar dan ga je altijd zien als je het zoekt. Dan vinden we dat niet. Hè. Maar dan zitten we toch in de jaren eind 50, begin 60, denk ik. Ja, 1953 tot 1961. Hè. Goed, dus ze zijn daar, want Blijk moet daar een voordracht geven. Maar natuurlijk, op die moment wordt daar ook een schone steen van Horus vernield in het Metropolitan Museum in New York. Hè, dus de steen van Horus of zo heet is... Dat is toch juist, de steen van Horus. Ja, zo. Dan wordt dat dus vernield door niemand minder dan Ulrich. En Ulrich, die was dan verkleed, want ze kennen alleen zo'n beetje vermommeld, maar die wordt dan behandeld in Amerika door Ellen Shapiro. Dat is geen zangeres, mannen. Ja, dat is ook een zangeres, maar dat is de D niet. Deze is een zenuwarts. Die zangeres, dat is die van... wacht ze, hè. Happiness, opa, yeah, zoiets. Voilà, ja. Maar dat is het dus niet. Hè? En nog een ander leken. I am the queen for tonight. Allee, ja. Ik ben geen zanger, dus, maar dat is, ook, dat is het niet. Dus Ellen Shapiro hier is een zenuwarts. En daar wordt Ulrich dat behandeld. En onze vrienden komen daar ook mee in contact. Ze gaan natuurlijk op zoek naar die Ulrich, want die is weer van alles van plan. En als ze die niet kunnen pakken, is de wereldvrede nog maar eens in gevaar. Ja? Heel veel knipogen zijn er bij naar de literatuur. Van ik heb het al gezegd, van die Napsharda.
Van die Chinees, maar ook naar kunstenaars. Andy Warhol, Hopper en zo, die de dozen stond erin van de Campbell. Van alles. Nou, zeg, dit is zo ver verloren dat ik niet direct dat allemaal kan vinden om het te laten zien. Maar als je dat ziet, dan zie je toch wel ja, welke staal dat is. Hè? Zie je dat? Tadaa. Allee, ik vind het de moeite waard. Maar als je dan ziet, die blikken soep, dan komt er natuurlijk maar één keer in. Hè. Ook nog een van die hopper komt er ook nog iets van de lak, geloof ik, of zo heet. Dat weet ik ook allemaal niet. Ja, het is wel veel om te haven. Hè. Het is, blijkt in meer Mortimer, zijn hier klaar, een beetje kalmer en rustiger in dan in de gewoonboeken. Waar dat ze dus vaak ook gevechten doen. Hè. Ze zijn ook al eens vermoeid, ze komen wat menselijker over, ik zal het zo zeggen. Hoe dat ze zijn arm ook dan getekend hebben. De tekeningen zijn van mijn paard prachtig. Maar ja, dat staat vlog ook wel voor bekend. Minder tekst, meer tekeningen en een soort Amerikaanse sfeer. En een op het einde is het dan natuurlijk is het de bedoeling om te vinden wie is nou de medestander van Ulrich. En ja, dat komt dan uit ongeveer na bladzijde 105. En dan moeten er nog 20 lezen. En dan weet het dan toch wel hoe dat zit. Maar dat wij weten het niet, zijn, hè. Dan moeten we maar lezen. Een aanrader van mijn paard. En als je dus blijkt een Mortimer bijhaft, ja, dan ben ik aan verplicht van die te kopen. Maar je moet er geen spuit van hebben, want het is best leesbaar. Een aangename plot en rustiger en kalmer dan de gewoon blijkt een Mortimer, vind ik. Zeker en vast niet, want dat wil vlog ook niet. Zeker niet met botenaardse science-fiction elementen en zo. Dat zit er niet in, want dat is iets dat die vlog niet moet van nemen. Het is maar dat je het weet, dat ze me later nog moest schrijven, want nu had dat wat meer tijd dus uittekenen. Dus dat kan hij misschien nog wel tekenen. Hè. Voilà, veel plezier met de kunst van het oorlogvoeren. Een avontuur van Blake en Mortimer in New York. En bedankt voor het lust, voor het zien.